ben mega trots als je hier omheen loopt. Ja, ik heb het zelf niet gemaakt. Ik heb met die bouwers gesproken. Ja, dat zijn kunstenaars. Een van die bouwers was een mevrouw die maakt zandsculpturen. Maar die moest nu weer weg voor een wedstrijd in Japan. Zo goed, zo artistiek zijn die mensen die hiermee bezig zijn geweest. Ja, dit ziet er toch geweldig uit. Moet je kijken. Voorheen zaten die kaimannen achter een glazen wandje. En ik wilde graag aapjes los in de kast hebben klimmen. Maar ja, de combinatie kaiman-aap is niet heel geweldig. Want ze eten natuurlijk aapjes. Dus ik had iets bedacht. Ik denk, ik moet iets maken dat die aapjes niet bij die kaimannen komen. Dus we hebben hier uiteindelijk deze Inca-ruïne neergezet. Met als doel de kaimannen erin te houden en de aapjes erbuiten. Hoe denk je dat de kaimannen het gaan vinden? Zullen ze zich een beetje thuis voelen? Kan bijna niet anders, hè? Ik kan me altijd redelijk verplaatsen in mensen, maar om me te verplaatsen in een kaiman vind ik moeilijk. In de natuur liggen ze echt in de blubber, dat je denkt van ja. Maar als ik kaiman was, zou ik er erg blij mee zijn.